In het kader van de Green Capital Week werd donderdagmiddag op het Kelfkers Bos een bank gepresenteerd die volledig gemaakt is van afgedankte elektronische apparatuur. Voor deze e-waste bank werd door leerlingen van basisschool De Klokkenberg vanaf 1 februari elektronische apparatuur ingezameld. Dat werd vervolgens verwerkt in de bank, naar ontwerp van Hugo van der Kalle. Deze e-waste bank is de eerste in een reeks van 10 banken die in de loop van 2018 door Nijmegen geplaatst zullen gaan worden. De Waalkade is een van de andere locaties.